Hallo, dag je liefste vissen. Mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse tarotlezing. Deze lezing is goed voor de vis, zowel in zonteken als ascendant, als eventueel ook maanteken. En deze lezing zal gaan over de aankomende volle maan in het teken van de Ram op 17 oktober. Nu, een volle maan voelen we altijd enkele dagen op voorhand, enkele dagen na de volle maan. Dus die behelst sowieso volledig volgende week. In een aparte astrologische video zal ik tot in detail duiken wat je kan verwachten op globaal collectief vlak met betrekking tot deze volle maan. Want het is terug een super volle maan. En die is sowieso geconnecteerd aan april. In april hadden we een nieuwe maan in het teken van de Ram. En wat we toen gestart zijn in april kan nu als het ware bijna afgerond worden tijdens deze volle maan. Hier zal ik heel kort eventjes kijken en jullie meegeven in welk huis op astrologisch vlak, dat is een regio in jouw leven, jij deze volle maan kunt ervaren, liefste vissen. Ik zie daarbij dat dat in het tweede huis voor jullie valt. Het tweede huis is het huis van je financiën en is ook het huis van je eigen zelfwaarde. Dus deze zaken kunnen hier wel onder de aandacht komen. Je financiële plaatje kan onder de aandacht komen. Ik denk dat je je financiële gezondheid daarbij wel eens kan herbekijken. Is alles nog financieel gezond in je leven? Verdien je genoeg nu momenteel? En ik denk daarbij ook je zelfwaarde. Hè? Je eigen wie jij bent, hoe je erkenning krijgt. Krijg je genoeg erkenning van bepaalde mensen eventueel voor gedane zaken, voor wie jij bent ook als persoon, hè? Heb jij het gevoel dat mensen jou genoeg erkenning geven? Heeft ook te maken met initiëren. Neem je genoeg actie ergens wel? Initieer je genoeg op bepaalde vlakken in jouw leven? Al deze zaken kunnen onder de aandacht komen. Ik denk daarbij dat jij een soort van een shift kunt hebben. Dat jij een inzicht begint te creëren, als het ware. Waardoor je inziet dat bepaalde materiële veiligheden, materiële, tastbare zaken, dat dit niet altijd een meerwaarde voor jou is met betrekking tot je zelfwaarde. Dus kijk, deze volle maan is een zeer spirituele volle maan ook. En ik denk, net als die dan in het tweede huis, een financieel materieel huis valt, dat er daar een balans aan het komen is. En dat jullie nieuwe inzichten daarbij aan het creëren zijn van, ik zelf heb meer zelfwaarde. Ik ben meer waard dan bijvoorbeeld mijn auto. Ik ben meer waard dan bijvoorbeeld mijn huis. Hè? Dus ik denk daar dat er een bepaalde shift aan het komen is bij velen onder jullie. Ja, en ik zei ook het financieel. Hè. Ik denk ook dat je het gevoel kan hebben eventueel dat je niet genoeg verdient nu momenteel. Dat je die zijde van je leven ook aan het herbekijken bent. Wat heel mooi is om te zien, is dat Jupiter in jullie vierde huis staat. En Jupiter is die planeet van expansie, van groei, van optimisme en ook van geluk. En het vierde huis is je thuisbasis, is letterlijk waar je woont ook en is ook de mensen in je familie die jou omringen. Dus ik denk daar dat jullie daar veel steun bij kunnen krijgen nu momenteel. Je kan steun krijgen uit de mensen rond je, die je zelfwaarde meer een boost kunnen geven. Maar ook jouw huidige leefsituatie kan jou momenteel, als je die bekijkt, op een andere manier, dan denk ik dat die jou ook een enorm mooie boost zal geven. Dat is het belangrijkste wat ik eventjes wou meegeven op astrologisch vlak en ik spring heel graag over naar de tarotlezing zelf. Eventjes kort beduiden hoe ik te werk ga. Ik begin mijn lezingen altijd met enkele orakelkaarten. Die liggen hier heel mooi voor mij. Die leggen de basis van de reading, springen tal van mooie boodschappen uit naar boven en daarna ga ik over naar de tarotkaarten zelf. Weet dat al mijn decks op voorhand zijn geshuffeld, liefste vissen. De meeste van mijn decks zijn ook Engelstalige. Ik zal ze sowieso verklaren en vertalen voor jullie. En voor de mensen die nieuw zijn welgekomen, geef ik ook altijd mee dat ik tweetalig ben. Ik ben Vlaams, maar ik ben ook Brits. Dubbele nationaliteit. En ik vertel jullie gewoon dit, omdat ik luid op connecteer met mijn kaarten in het Engels. Voor de mensen die interesse hebben in een online private reading, kan je dit altijd aanvragen bij mij. Je dient mij daarvoor gewoon een mailtje te sturen naar gailstarot@gmail.com. Dat is mijn e-mailadres niet duidelijk, geen paniek. Die kan je altijd terugvinden onder de video in de beschrijvingbox. Daar klik je eventjes op en dan scroll je erdoor. En daar vind je ook mijn gegevens. Goed, we gaan er direct induiken. Here we go. Alright, what can you show me please for Pisces, for the collective? Thank you for this upcoming full moon. Thank you. Oh, kijk eens aan.
Ja, fantastische, mooie, optimistische kaarten om mee te beginnen. Je hebt de avontuurkaart en je hebt dan ook nog eens de happinesskaart. Dus beide tonen aan, ja, dat jij letterlijk een soort van een nieuw avontuur kunt starten. Ik denk dat het te maken heeft met hoe dat jullie kijken naar je eigen leven als het ware. Probeer het vanuit een optimistisch standpunt te bekijken en zie je leven als het ware als een mooi avontuur dat jij aan het belopen bent. Oké, mooie kaart om mee te starten. Het volgende deck. Show me what I need to know, please. Oké, fantastisch. Oh, Pisces for the collector. Thank you. Zijn jullie iets nieuws aan het beginnen? Starting fresh. A wonderful new beginning is blossoming in my life. Dat kan op liefdesvlak zijn, dat kan op werkgerelateerd vlak zijn, dat kan op financieel vlak zijn, dat kan met betrekking tot je zelfwaarde te maken hebben. Maar hier ligt een nieuw verhaal voor jullie klaar. Een nieuw avontuur, meer happiness. Al deze zaken komen hierbij naar boven. En dan denk ik eigenlijk dat die kaarten gewoon vragen om jouw vleugels liefst te wissen. Jullie hebben vinnen, maar jouw vleugels uit te slaan en gewoon te gaan vliegen. Freedom, het ligt allemaal voor je. Dus zie dit moment nu momenteel in jouw leven. Pak het met twee handjes aan om te gaan vliegen. Zeker niet als iets dat beperkend is, maar ik denk dat er bepaalde shifts aan het komen zijn bij jullie. Absoluut. Starting fresh, opnieuw beginnen, heel mooi. Dus sommigen onder jullie beginnen letterlijk terug opnieuw een nieuw avontuur. Zie ik heel graag. Oké, het volgende deck. Ik zal het Moonology deck erbij nemen. Oké, show me what I need to know, please. For Pisces, for the collective. Can you show me what I need to know, please? Thank you. Oké, one more card for Pisces, please. Thank you. Ja, ik heb de Leeuwkaart. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Ja, de leeuw, de schaduwkant van leeuw is zijn trots, is zijn ego. En hier wordt er wel duidelijk gevraagd aan jullie op bepaalde vlakken, zeker met betrekking tot je zelfwaarde, zeker met betrekking tot een materialistisch deel in je leven, laat je trots je niet terug in de weg staan. Hè? Ja, voor mij, ik relateer het aan het materieel gegeven van het tweede huis. Die trots hier, die kan de leeuw weerhouden om zijn bepaalde positie dat hij heeft, hij, zij heeft in de wereld, genderneutraal als ik over hij spreek, om een nieuwe start te kunnen hebben. Dat kan hem tegenhouden omdat hij soms in zijn eigen oude waarden wenst te blijven zitten. En ik heb ook een time for healing. Ja, kijk, deze volle maan zal sowieso iets genezen van het verleden. Het is een afronding, deze supermoon. Iets wat je gestart bent in april, zoals ik al zei, kan nu afgerond worden. En daarbij kan je die energie gebruiken om iets te genezen in jouw leven. Een wonde eventueel te genezen in jouw leven. Kijk, Chiron, de wounded healer, die planeet, die staat nu momenteel ook aan jouw tweede huis. En dit heeft te maken met oude wondes die terug open gereten kunnen bijna worden. Met betrekking tot je financiën, met betrekking tot je zelfwaarde, zoals ik al zei. De bedoeling zal zijn om die de laatste keer echt face-on te bekijken, zodanig dat je die echt wel die wondes kunt afronden, genezen. En dan zeg je, oké, het is wat het is. Ik plaats ze en ik ga gewoon lekker gewoon die nieuwe start aan. Op een nieuwe manier gewoon in het leven staan. Heel bijzonder. Oké. Last deck. Show me, please. En dan vliegen ze eruit. Ja, ja. De purpose kaart. Ja, dat is je doelstelling, hè. Dat is je doel. Kijk, die zelfwaarde nu momenteel die geactiveerd wordt, heeft te maken ook met jouw doel hier in het leven. Hè? Als we bewust worden van wie we zijn, als we bewust worden van onze negatievere zijde, onze positievere zijde, en als we alles samen nemen en zeggen, oh, het is oké wie ik ben, hè? Ik hoef niet perfect te zijn, dan kan je veel sneller eigenlijk alle schakeltjes aan elkaar hangen. En dan kan je je doel ook gaan vinden. Het doel van waarom bepaalde dingen gebeuren in het leven ook bijvoorbeeld.
jouw purpose in life kan wel zijn dat dit hier duidelijk aan het worden is. Ik heb de full moon, die staat hier helemaal middenin in deze mooie klok. En die klok weerspiegelt dan ook terug het universum. En de timing, the right time, de juiste tijd om eigenlijk in jouw... Het is meer in jouw purpose, jouw doelstelling van waarom jij hier op aarde gezet bent te komen. Dus voor mij heeft deze kaart een heel mooie duidelijke beduiding dat er hier een verse start voor jou klaar ligt. Om meer in die nieuwe persoon, die wens daarboven te komen, om meer in die, ja, ik zal maar zeggen, die avatar, die nieuwe avatar noem ik dit dan. Wij spelen een rol hier in deze wereld, om daar in die nieuwe soort versie van te komen. Hoe speciaal zijn deze kaarten? Wauw, oké. Ik neem er de tarotkaarten bij. Ik neem terug algemene boodschappen voor jullie. Er zijn kaarten die eruit vliegen. Ik toon ze aan jullie. En enkele die nodig zijn, zal ik nog verklaren met een tweede deck. Here we go. Okay. Show me what I need to know, please. For Pisces. For the collector, please. Thank you. Any general messages, please. For Pisces. For this upcoming full moon. Thank you. Thank you. Okay. Show me what else, please, for Pisces. Three more cards for the collective. Thank you. Two more cards, please. Two more cards, please, for Pisces, for the collective, for this upcoming full moon. Show me what I need to know. En dan krijg ik er drie. Okay. Okay. Mooi. Ja, ja. De toren. Nooit niet bang zijn van de toren als die komt. Ik heb de Five of Cups en de toren. Ik zal ze direct samen nemen. Waarom? Deze man, die kijkt in deze kaart. Ik zal eventjes kijken of dat wel juist is op deze kaart. Hier heb je drie bekers die bijna als het ware, ja, die zijn omgestoten. Daar zit niks meer in. En dan heb je twee bekers die achter hem staan, die volledig zijn. Als die toren daarnaast komt, dan toont hij eigenlijk aan dat jij nieuwe inzichten aan het creëren bent. Dit is eerder een negatievere blik naar je emoties, naar je zelfwaarde. Ik zie het even niet meer zitten. En hier komt er verandering. Alle vijven zijn voor mij veranderingskaarten. Er komt een verandering. Jij bent aan het kijken naar een positievere zijde van jezelf. Je zelfbeeld wordt veranderd met deze kaart. Waarom? Omdat jij nieuwe inzichten aan het creëren bent. Oude denkpatronen worden losgelaten, zodanig dat er een nieuwe toren kan opgebouwd worden. Met nieuwe denkpatronen, met betrekking tot jezelf, tot je emoties, hoe jij in het leven staat, wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn. Al deze zaken kunnen hier naar de oppervlakte komen. Nieuw avontuur, happiness, al deze zaken staan klaar voor jullie. Ik heb de Knight of Cups. Fantastisch, want dat is een knight die op zijn paard zit en zijn hart volgt. Dus je wordt gevraagd, als het ware, om je hart te volgen, om te luisteren naar jouw hart. Jouw hart geeft boodschappen, jouw intuïtie geeft momenteel boodschappen. En daartoe ook actie te ondernemen, niet bij de pakken te blijven zitten. Flying free ligt daarboven. Dus sla je vleugels uit, durf een bepaalde stap te zetten. Is het bijvoorbeeld in de liefde, durf een bepaalde stap te zetten. Geef deze kaart aan, want daar ligt iets nieuws. Ik heb de Chariot. De Chariot is voor mij een energie die snel vooruit gaat. Iets is vooruit aan het gaan en je hebt er bijna geen controle over. Vaak duikt de Chariot op bij mensen die aan het verhuizen zijn of die net een verhuis gehad hebben. Die daardoor ook bepaalde zaken aan het leren zijn met betrekking tot zichzelf. Dat ze eventueel niet altijd alles onder controle hebben. Dat is de Chariot. Ik heb er geen controle over. Dus let op gewoon voor die trots, ga ik nog eens zeggen, want die ligt daarboven. Ik denk dat er hier twee gedachtegangen zijn. De ene oude, waar dat de trots nog altijd zit en wat die materiële zaken eventueel nodig heeft ter ondersteuning, bevestiging. En dat is ook wel leuk, uiteraard. Maar daar komt er een nieuwe gedachtegang. En die nieuwe gedachtegang, ja, die doet eigenlijk jezelf volledig veranderen. Ik vind het raar dat ik hier zelfs nog geen transformatiekaart heb gehad. Kan nog komen. Ik heb de Four of Wands, fantastisch.
Fantastisch. Ik denk dat er een unie is bij sommigen onder jullie. Ik denk dat was vroeger de huwelijkskaart. Dit is gewoon een portaalkaart die aantoont dat jullie naar een veel gelukkigere tijd in jullie leven gaan. Een tijd waarin je gewoon meer plezier kunt maken, je passies een vrije loop kunt laten gaan, je hart kan laten spreken ook. Met betrekking eventueel tot een partner die in je leven is. Hè? Een nieuw gezin kan opbouwen eventueel. Al deze zaken kunnen uit de grond gestampt worden. De Four of Wands is altijd een kaart die toont dat jij door het universum ook ondersteund wordt. Hè? Dat is een 11-11 kaart. Dus dat is een portaal die gecreëerd wordt voor jou. Een mogelijkheid die gecreëerd wordt. Een verse start die gecreëerd wordt, liefste vissen. Ik denk ook dat die energieën heel helend zullen zijn, ook nu momenteel. Die nieuwe start die jij hebt, die jij hier kan beleven, dat enorm genezend kan zijn voor oude wonden van vroeger. Want dit zijn oude wonden en ik denk die nieuwe start, dat dit jou doet meer passie hebben, dat dit jou meer creativiteit kan doen oplaaien eventueel, waardoor jij het leven in jezelf en op mentaal vlak, dat jij gewoon die andere richting in gaat. Hè. De drie zwaarden die tonen altijd voor mij aan, is dat jij op een andere manier, een originelere, out-of-the-box manier, begint te kijken naar jezelf, naar je leven, naar waar jij nu staat, ook momenteel. Wat jij eventueel ook nodig hebt in het leven. Wat je doelstelling is ook hier in het leven. Daar zitten shifts in, oké? Oké, bijzonder. Gaan we de allereerste kaart, de Tower. Oké, can you clarify that Tower? Wow, Knight of Pentacles. Oké. Can you give me one more, please? En de Page of Cups. Oké, mooi. Ja, ik heb het Knight of Pentacles daarop liggen. Is terug een actiekaart op de torenkaart. Dus die nieuwe inzichten die komen. Er wordt eigenlijk gevraagd om er stap voor stap iets mee te doen. Om er niet gewoon te blijven mee zitten. Want daarop ligt een Page of Cups. En een Page of Cups is een nieuwe richting dat jij inslaat. Is bijna zelfs nieuwe liefde eventueel. Voor zij die nieuwe liefde wensen. Dit kan nieuwe liefde zijn die op jouw pad komt. Plotseling op jouw pad komt eventueel. Maar voor mij zijn het... opportuniteiten die jij aan het creëren bent voor jezelf. Door bewust jouw vleugels uit te slaan en bewust naar je leven te kijken op een andere manier. Heel mooi. Okay, show me the Knight of Cups, please. A Seven of Cups. En de Seven of Cups is jouw kaart onder andere ook. En dat is een waterkaart. Hè? Die toont aan dat jij momenteel... Ja, deze volle maan ga jij zeker een hart voelen, hè, liefste vissen. En ik heb zo het gevoel hier dat jouw dromen ietsje meer kunnen geactiveerd worden met deze kaarten. Allemaal cups op elkaar. Hè. 21 hier allemaal cups. Stond mij aan, dromen kunnen geactiveerd worden. Intuïtie kan momenteel geactiveerd worden. Jij voelt als het ware waar jij heen dient te gaan. Er is hier iets dat jou vooruit aan het stuwen is. Ik denk dat je ook iets aan het leren bent met betrekking tot je hart en wat je hart wenst. En daar al bij aangekoppeld is die starting fresh, die nieuwe start die klaar ligt. Show me the Chariot, please. And the King of Pentacles. Ja, kijk, zij die toch inzitten met hun financiële stabiliteit. Ik heb hier een King of Pentacles. Dat is de meest stabiele koning dat je kan krijgen. Dus jij gaat sowieso, want het ligt op de Chariot, dat is vooruitgang. Je gaat sowieso naar een periode waarin je stabiliteit zult verkrijgen. Creëren zelfs, als het ware. Dat jij nieuwe inzichten opgedaan hebt. Dat is een heel slimme energie ook. De standvastige energie dat jij kan krijgen hier. Het enige dat ik nog eens ga herhalen, laat je trots gewoon niet in de weg staan, hè. De Chariot is een shift maken. Hè? Dat is iets achter je laten en je richten naar iets nieuws. Hè? Dus als dit jouw verhaal is en jij voelt dat je iets dient achter je te laten, laat je trots met betrekking tot je zelfwaarde, wie jij bent en je materiële veiligheid, laat dat niet in de weg staan. Want als jij een shift maakt naar de andere kant, dan pas ga jij die veiligheid creëren die je eventueel nodig hebt. Oké. Okay. And show me that Four of Wands, please. Voilà, mooi, hè? And the King of Cups.
Ja, fantastisch. Kijk, een King of Cups is een emotioneel stabiele koning. Die komt hier eigenlijk op deze Four of Wands. Dus ik zie dit als een relatie die hier ligt, die jullie heel veel standvastigheid kan bieden eventueel. Maar ik denk gewoon dat jullie ook naar een periode gaan nu momenteel. Dit portaal dat ik zei dat open staat hier met die Four of Wands, is dat het jullie leidt naar een meer stabielere periode op emotioneel vlak ook. Ik heb allemaal kaarten, zowel op financieel als op emotioneel vlak, is dat waar jij stabieler aan het worden bent. Waarbij je twee voetjes op de grond hebt. Niets kan jou uit jouw lood gaan slagen. En sommigen kunnen daarbij, zelfs als je dit wenst, hè, want kijk, een King of Cups is ook een raadgevende figuur. Dit zijn alle kings zijn raadgevende figuren. En als ik dat op een Four of Wands krijg, dat portaal dat gecreëerd wordt, dan kan het wel zijn dat sommigen onder jullie in een soort van een coachingrol kunnen terechtkomen, ondersteunende rol, even een raadgeversrol kunnen terechtkomen naar de toekomst. En dat dit eventueel een doelstelling kan zijn voor jou. Oké, okay. Show me the last card, please. The Three of Swords and the Knight of Wands. Ja, en die Emperor. Poeh. Dat is controle krijgen. Ik denk dat jij... Ik heb heel verschillende energieën. Kijk, hè. En natuurlijk wel een Mars-energie ook. En die heb ik hier ook liggen met de Knight of Wands. Twee gedreven energieën om stabiliteit te creëren. Op het vlak van je hart ook. Hè. Door op een andere manier te gaan denken. Hoe dat jij verdere stappen kunt zetten. Iets anders kunt gaan controleren in jouw leven. Hoe jij iets kan opbouwen eventueel in jouw leven. Het heeft allemaal te maken met je passie. Het heeft allemaal te maken met je gedrevenheid. Jouw creatieve zijde. En ik denk gewoon dat er gevraagd wordt om in oplossingen te gaan denken, om in mogelijkheden te gaan denken. En tegelijkertijd zit er hier een energie die iets probeert te genezen. Time for healing en the Three of Swords. De originele betekenis van the Three of Swords is ook een genezende kaart. Ik denk door meer in je kracht te staan, je passie te volgen, dat jij bepaalde wondes van het verleden zult genezen. Liefste vissen. Ik zal de reading hier afronden. Dit is wat ik heb voor jullie. Ik ben zeer benieuwd of deze boodschappen resoneren. Je mag mij dit zeker laten weten door een reactie na te laten, de video te liken eventueel, je te abonneren mocht je dit nog niet gedaan hebben. Ik zie vaak dat er terugkerende mensen zijn die zich nog niet geabonneerd hebben. En dat zou mij heel hard steunen mocht je dan op deze, ik zal maar zeggen, button klikken. Eens je geabonneerd bent, kan je ook op het belletje klikken. Dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van een nieuwe video. Helemaal gratis. Uiteraard. Maar ik wens jullie nu vooral te bedanken om te kijken. Ik wens jullie ook een heel mooi weekend, een heel mooie rustige week toe. En dan hopelijk zie ik jullie een volgende keer. Dag liefste vissen!